ze? Ja, dat weet ik. Nee, geen idee. Nee, nee. Ik zou het niet weten. Nee, niet precies. Ik heb wel een vermoeden. Diversity Day, welke we op 4 oktober vieren, is belangrijk voor de Hogeschool van Amsterdam. En samenwerken met mensen waarin juist de verschillen ook expliciet gemaakt kunnen worden. Dus waarin je ook bespreekbaar maakt waarom je verschilt van elkaar, geeft een hele rijke leer- en onderzoeksomgeving. Diversity Day is volgens mij belangrijk om er even goed bij stil te staan bij de verschillen in de samenleving. En ik denk dat wij als een van de grootste hogescholen van Nederland daar een mooie hoofdrol in kunnen spelen. Ik denk dat Diversity Day heel belangrijk is voor de algemene bewustzijn van mensen, wat er allemaal anders kan zijn aan mensen en op welke manier je daar rekening mee kan houden. Wat is diversiteit en inclusie eigenlijk? Diversiteit en inclusie. Verschil in cultuur. Een mix van mensen. Verschillen. Jezelf kunnen zijn. Ja, dat iedereen kan zijn wie hij wil zijn. Wat iemand zijn geaardheid of eventueel je politieke voorkeur. Ja, niemand zich buitengesloten hoeft te voelen. Dan denk ik aan iedereen hoort erbij. Blijf jezelf zijn. Dat is voor mij alles en iedereen. Ik denk dat het belangrijk is dat we mensen bij dingen betrekken. En ik denk dat dat voor iedereen belangrijk is dat ze in ieder geval de mogelijkheden hebben om ergens bij betrokken te kunnen worden. Bij de faculteit techniek zijn we redelijk goed op weg als het gaat om diversiteit en inclusie. Kijk bijvoorbeeld bij de opleiding Aviation. Daarin zijn we bezig met de herontwikkeling van jaar 1 om zo meer diversiteit en inclusie aan te brengen in het programma. Op 4 oktober viert de faculteit techniek ook Diversity Day door in het Jacoba Mulderhuis in het atrium een kleinschalige event te organiseren. Waarbij je tussen 12 en 2 aan tafel aan kan schuiven, onder andere bij mij. We gaan elkaar dan 4 minuten in stilte aankijken. Het heet ook Let's See, zodat we zonder woorden goed naar elkaar kunnen kijken om te zien wat er dan gebeurt.